Mag ik ook een broodje? Zo, de vorm staat erop, dan kan ik nu gaan zagen. Zo, een flinke snijplank. Zo, hier komt nog een decoratief hartje. De hoekjes rond ik af met een blokschaaf. Ik teken nu de maat van het plankje af, zodat ik hem daar kan afzagen. Ik ga nu gaten boren aan de achterkant van de plank. Om dan het schapje te kunnen bevestigen. De onderkant zit nu goed stevig vast. De bovenkant ga ik nog met een strip goed aan elkaar vastmaken. Hier onder de strip ga ik ook nog kuiltjes maken waar ik dan ook meteen het bord aan kan ophangen. Het is tijd om te gaan grondverven. Vandaag is het tijd om te gaan schuren en wat kleur aan te brengen. Zo, het schuurwerk is gedaan. Ik kan nu verder met het schoonmaken van het bord.
broodplank wil ik graag in de stijl maken van de smulpaapbord. Dus dan zal ik dezelfde kleuren gebruiken als dit bord. Ik begin met de kleur groen. Ook dit keer zal ik ervoor kiezen om de kleur een klein beetje aan te passen, dus iets donkerder te maken als de originele entropiekleuren. Zo, de eerste laag zit erop, die is inmiddels ingedroogd. Dan kunnen we nu verder met een tweede laag. En deze laag ga ik wat meer donkere tinten gebruiken om wat schaduweffecten toe te voegen. Of slijtage-effecten, kun je het ook wel noemen. Inmiddels is de verf goed gedroogd, dus kunnen we verder met de droge kwasttechniek. Dat wil zeggen dat je met een heel klein beetje verf, dus eigenlijk bijna droge kwast, wat effecten toebrengt, wat het weer een wat oudere uitstraling geeft. Ik doe dat dit keer met een bruinachtige kleur. Kijk, hier zie je ook een voorbeeld van de droge kwasttechniek. Ik heb het hier eerst wat donkerder bruin gemaakt en daarna ben ik nog met een droge kwast eroverheen gegaan met ongeveer deze beige kleur. Dan krijg je een mooi effect. Dan komen die donkere kleuren niet zo hard over. Dan zie je hierboven ook. De bruinachtige kleur is inmiddels gemaakt. Ik doe hem eerst eventjes op een ander plankje om te kijken. Kijk, dit is natuurlijk veel te dik. Dus dan kun je een beetje wachten tot je denkt van ja, dit is een mooie streep, kijk. Zo is je niet te nat, precies goed. Om het bord, de broodplank, zeg maar, in het stijl te houden van het smulpaapbord, heb ik bedacht om de randjes deze rode kleur te geven. Laten we beginnen. Deze mand ga ik passend maken bij het bord wat ik gemaakt heb, zodat ik daar het brood in kan leggen. De mand heb ik bevestigd in het plankje. De plank ga ik nu bevestigen aan de muur. En ik ga op zoek naar een stofje dat in de mand komt te liggen. Zo, ik ben even bij de plaatselijke kringloopwinkel geweest. Heb ik eventjes keukengrij gehaald. De kleur is alleen nog niet naar wens, dus ik ga het koper opspuiten. Dan past het beter bij het geel.
Magnifieke! De broodjes die in de mand komen liggen, die maak ik van purschuim. Ik pur eerst de globale vormen van verschillende broodjes en daarna bewerk ik ze met een mes. Ik begin er honger van te krijgen. Bij deze vorm had ik in gedachten om een brood te maken die zo gevlochten is. Ik weet niet wat voor naam die heeft, maar in ieder geval een gevlochten brood. We gaan proberen. Het volgende brood gaat worden het zacht gevlochten brood. Deze. Die gaat rond worden, dus ga ik hieruit halen. Ik ga nu uit dit stuk een stokbrood maken, dus dan is iets meer snijden, maar komt goed. Kijken jullie mee? Het volgende broodje wat ik ga maken is een croissant. Dat moet, moet ik hier uit zien te krijgen. Nou, we gaan het proberen. De broodjes zijn zover klaar, het model zit erin, maar zoals je ziet, ze zijn nog een beetje bleek. Nou, ik wil ze dus allemaal gaan schilderen, maar voordat ik ze ga schilderen, moet ik eerst nog een laagje epoxyhars aanbrengen. De epoxy zorgt ervoor dat het purschuim wat steviger wordt, sterker wordt en over de epoxy kun je ook makkelijker schilderen. Nou, ik heb hier een doos met epoxy. Als je met epoxy gaat werken, heb je altijd een epoxyhars nodig en een verharder. Als je deze twee componenten samenvoegt, dan zal die binnen een 30 tot 45 minuten zal deze dan hard worden. Voor het mengen van epoxy gebruik ik dus handschoenen, een mondkapje voor de sterke lucht, ik gebruik een maatbeker en ik gebruik een weegschaaltje.
Zo, ik heb de broodjes inmiddels 2 keer in de epoxy gezet. Dus dan is hij heel erg hard geworden. Dus nu is het tijd om te gaan schilderen. Ik heb bij de bouwmarkt 2 kleuren laten mengen. Een gele en een bruine. En ja, ik kan natuurlijk nog met andere pigmenten de kleuren net een beetje donkerder of lichter of iets anders maken. Maar nou, er zijn in ieder geval 2 buitenlakken. Dus ja, ik ga beginnen met de kleur geel. En dus de broodjes helemaal geel te maken. Dat is dan een soort basiskleur. En vanuit daar kunnen we verder werken. Het broodje is nog een beetje bleek, dus we gaan het nu lekker in de oven leggen. Ah, hij is klaar. Kijk eens. Ik heb alle broodjes eerst allemaal in een basiskleur geel gemaakt en daarna ga ik met een foamsponsje en een kwastje ga ik de broodjes allemaal verven. De verf die ik gebruik bij het verven van de broodjes is de basiskleur lak die ik gebruik voor de broodjes gemengd met diverse tinten acrylverf.
Als laatste, wanneer de andere verf gedroogd is, voeg ik nog met witte verf wat meeleffecten toe. Dat doe ik ook met een foamsponsje. Hier gebruik ik maar heel weinig verf voor, dat is een bijna droge spons. Ik heb besloten om toch versiersel aan te brengen aan de onderkant. Hier hangt wel keukengereedschap, hangt er wel. Maar het leek me toch mooi om het een beetje meer te verfraaien. Dus ik vond hier beneden nog een beetje kaal. Ja, en hierboven komen de broden te liggen. Dus in principe, die broden zijn redelijk hoog. Dus ja, als ik hier eens ga schilderen of letters ga doen, heb ik nog aan me gedacht om misschien daar bakkerij of brood of iets neer te zetten. Maar als er dan broden voorkomt te staan, dan zie je het toch niet meer. Dus ja, ik begin nou eerst met de onderkant. Misschien dat ik hierboven wel nog wat versiersels doe, maar dan kijk ik daar. Ik probeer eerst de onderkant mooi en naar tevredenheid af te krijgen. Nu ga ik nog een beetje goud aanbrengen, hier in het midden in het rondje. Zo, het bord is helemaal geschilderd zoals ik in gedachten had. En hier komen dan zo die krakelingen te liggen. Kijk, en dan krijgen ze een mooi beetje 3D effect. Maar voordat ik ze erop plak, ga ik ze eerst eventjes in de epoxy zetten en een kleurtje geven. Omdat de pretsel decoratie van het bord is en niet hyperrealistisch hoeft te lijken, kies ik ervoor om het zout niet in 3D op de pretsels te decoreren. Dus verf ik de zoutkorrels met witte verf. Zo, het bord is inmiddels droog. Ik kan hem gaan ophangen. Alleen moeten hier nog die krakelingetjes komen, maar die zijn nog even aan het drogen. Ba 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 ba
even voor de laatste afwerking van het bord. We gaan nu de krakelingen vast bevestigen hier aan het bord. Dat doe ik met de leemstoel. Ik had eerst bedacht om de krakelingen met de leemstoel vast te maken, maar die viel er al meteen af. Dus nu heb ik toch voor gekozen om kit te gebruiken, montagekit. Nu ben ik overtollig kit, ben ik het weg aan het halen met een CT-prikkertje. De witte kitrandjes werk ik bij met patina. En met een wattenstaafje werk ik het patina bij. Zo, het bord is nu helemaal af. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de reacties. Ja, ik heb nog een ideetje wat later nog komt om het misschien nog iets leuker te maken. Maar ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. Als je het niet hebt gedaan, abonneer op mijn kanaal. En dan tot de volgende keer. Houdoe!